Pardon? Kun je even bukken? Lijkt wel zombie. Gewoon van de Addams Family. Kom meneer de Culi King. Hoi guys, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is avond als wij dit filmen, dus vandaar de donkerte achter ons en de schijnwerper voor ons. Maar ik ben hier weer met Tim. Weer. Weer met Tim. Op veler verzoek. Op veler verzoek, want het is weer tijd voor een proefvideo. En feestelijke deze keer, denk ik. Aangezien. Waarom heb je deze eigenlijk? Dat zijn roerstokjes. Oh. We gaan gin tonics proeven. We kregen namelijk toffe pakketten binnen afgelopen week. De eerste, daar weten we al, dat is deze. Van Hendrix Gin en. Ja. Wat las je nou net voor? Ja, er staat iets op over een geheim genootschap van Cucumberati. Oh. Ja, dus dat is. Komkommergenootschap. Ja. Het is in ieder geval een cadeaupakket van Hendrix Gin. Echt super cool. Ja. Voor de feestdagen denk ik. Er zit een soort van limited edition kop en schotel bij. Ja. Die kop en schotel is mij een beetje een raadsel. Want ik heb geen drink je gin tonic uit kop en schotel. Ja, uit theekopjes schijnbaar. Volgens dit pakket. Of dat is gewoon een manier om te verbloemen dat het gin is. Ja, er staat een driehoek op. Misschien. In ieder geval een heel leuk cadeautje voor gin liefhebbers denk ik. De kopjes zijn er in drie variaties. Twee daarvan zijn verdeeld over de cadeaupakketten en eentje is exclusief verkrijgbaar op vliegvelden. Dus mocht je verzamelaar zijn, heel erg leuk. Ja. Maar we kregen ook een hele grote doos binnen. Volgens mij, ja, het is van Fever Tree, dus tonics. Maar volgens mij kunnen we hiermee hele leuke gin tonics maken, maar we hebben het dus nog niet uitgepakt. Dus dat gaan we eerst even doen. Ja. Ik hem hier gewoon zo... Ah, oh, fuck. Ze hebben van het schuim erin gedaan. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Een kaartje. En dat is een kaartje van het... Oh, great. Let's go! Het is winter. We gaan het niet allemaal... Een... Sinaasappel? Ja. Ja, volgens mij zitten in dit pakket dus allemaal tonics van Fever Tree met een aantal flesjes gin. Maar ook benodigdheden voor lekkere gin tonics. Misschien moet ik zo meteen een citroentje. Even snijplank met een mes halen. Ja, doe het maar. Dat doe. Tim pakt ondertussen ik verder uit. Ik pak verder uit. Een limoen. We hebben bijna de bingo. Oh. Met de booze. Drank Hermit Dutch Coastal Gin. Oh, wat grappig. Ik hoop wel dat er recepten bij zitten, anders hebben we god door. Ik weet niet, dan wordt het gewoon tanken. Bobby's Schiedam Dry Gin. Oh, het zijn allemaal Nederlandse. Ja, denk het wel. Wel lachen op zich. Leuk flesje ook. Kun je even bukken? Pardon? Kun je even bukken? Juist. Nee, daar. Nog meer drank. We hebben echt te veel gin straks. Er staan echt nog drie flessen ook in de kast. Ja, daarom doen we ook deze video, want er moet even verandering in komen. Dat V2C Dutch Dry Gin. Ja, het is dus echt Nederlandse gin. Ik vind dat wel grappig hier hoor. Hier moet ik even voor gaan staan. Oh jee. Dat is mijn beste schoenendoos. Oh. Is die verder leeg? Nee, ja, dat weet ik niet. Dan gaan we wel even in deze doos kijken. Oh yes, recepten. Recepten! Oh, wat cool dit! Het is dus The Perfect Surf van Fever Tree. Ik zal hem even laten zien. Kijk, er staat dus zo'n rat achter op het document. Jouw hoofd zit er weer tussen. Jongen! Ja, sorry. Met uitleg hoe je de leukste, lekkerste gin kan maken. Dus daar staat dan de tonic bij van Fever Tree met de lekkerste gin. En wat je erbij in kan doen. Niet bij. Niet? We weten niet hoe we dan met die kruiden moeten doen. Heb je de doos al laten zien? Nee. Het is echt heel cool. We hebben gewoon alle tonics gekregen van Fever Tree. Alle 7. Pas op dat het er niet uitvalt. Oh, fuck. Kijk. Look. Heel leuk. Op zich is dit wel heel tof als je zeg maar een fan bent van gin tonics om dan dat als cadeau te doen aan die mensen. Ja, dit is echt super tof cadeau. Ik heb een paar boys in de vriendengroep die zijn helemaal weg van gin en tonic. Ja, shout-out to Pieter en Koen. Ja. Die vinden dat echt gaaf, denk ik. Ja. Helaas, jullie zijn er niet bij. Nee. En op de andere kant, de andere pagina, staat dan ook uitgelegd wat voor een tonics het zijn en wat er bijzonder aan is. Ja. Wat we ook nog even hebben gedaan trouwens, is nog een extra die we nog hadden liggen. Hendrix Gin. Hey. Ja, de camera is verliefd op jou, Tim. Dat, ja, dat weet ik.
Yes. Hendrix gin gepakt. Ja. Dus nu hebben we 4 soorten gins met 7 soorten tonics en wat random ingrediënten die we maar gewoon gaan mengen. Die we er gewoon in moeten knallen, denk ik. Oké, laten we beginnen. Ja. Oké, we beginnen dus met de elderflower tonic. Moet je eerst de gin doen of eerst de tonic? Eerst de gin. Oké. Dat is toch altijd de eerste drank en daarna de rest? Weet je niet. Met cocktails toch ook zo? Ik drink alleen maar bier. Oké, elderflower tonic, die gaan we mengen met Hendrix gin. Maar die kan ook... Ik vind altijd als je die gin ruikt, het ruikt een beetje naar een wasmiddel. Ik vind het wel lekker ruiken. Ja? Maar het doet me ook een beetje aan de milde hoestdrank, denk ik. Ja. Niet veel, hè? Hoeveel? Wat is niet veel? Ja, weet ik niet. Zoiets? Maar hier staan ook maar 4 tonics op. Gewoon zo'n slok? Ja, dat lijkt me goed. Florale tonic op basis van vlierbloesems. Prima. Die worden handgeplukt op het Engelse platteland. Ik vind het er wel fancy uitzien. Je ziet er echt, je bent zo heel erg, je voelt je heel beschaafd. Als je zo'n drankje drinkt. Ja, dit is echt mijn favoriet. Nu al, want ik vind elderflower tonic echt vet lekker. Zit hier wel genoeg gin in? Ja, zat. Oh. Proef je heel goed. Ja, lekker fris, lekker zoet, maar toch een beetje dat wrangige van de gin en van de limoen. I like it. Zullen we die, anders doen we deze 4 die hierop staan. Ja, dat is goed. Dan gaan we nu weer naar die roze. Ja, de aromatic. De aromatic tonic. Moet dat schilletje eruit? Fevertree Goes Pink en voegt met de lancering van de aromatic tonic graag een streepje kleur toe aan de gin tonic. Oké, leuk. Welke gin moet erbij? Welke hebben we allemaal gekregen? Die 2 VC. We hadden net een florale en zachte. En gaan nu naar een robuuste tonic. Gin tonic. Nou ja, mis ik dop eraf krijg. Man, man, een operatie. Wel mooi. Ja, ik had wel graag gezien wat voor een kruiden we waarbij in moeten doen en zo. Ja. Dat is wel mooi. Als je niet iets het van is dus soort... altijd een goed idee om naar de ingrediënten van de gin te kijken als leidraad voor de ingrediënten die je erbij in doet. Leg bij een frisse gin de nadruk op citrus. En bij een kruidige gin de nadruk op specerijen en kruiden. Ja, dat... Maar dit is dus... We doen het wel zonder. Ligt redelijk voor de hand. Hij is mooi roze. Leuk. Proost. Cheers. Oeh, hij ruikt heel heftig. Het is wel duidelijk echt een andere smaak wel. Oeh. Sterk? Ja, best wel, ja. Dat valt allemaal mee. Hij is heel anders, hè? Ja, ik ben toch altijd meer van de wat frisse, bloemige dingetjes. Deze is best wel heftig. Ik denk dat we hier dus echt die kruidenbeen hadden moeten doen. Ja, oké. Okay. Cool. Leuk, die roze. Wel heel leuk voor een feestje. Ja. Oké. Okay. Next. Gaan we kruidig citrus, kruidig zacht citrus, kruidig citrus. De Mediterranean tonic. Blauw fris. Ja. Gaan we combineren met Hermit. Deze. Ja. Dat ik net al laten zien. Dit ruikt gewoon bijna naar nagellak remover. Mag ik dat zeggen? Dat mag je. Bijna aceton. Spoelt wel lekker al het eten weg dit. Ja. Wat wel chill. Daar is de dop. Ruikt nu wel weer echt heel anders hoor met die tonic. Ik moet wel zeggen dat je wel heel erg je best moet doen om de verschillen te proeven. Als je zeg maar... Een week het na elkaar zo drinken en je de ene week drink je... Ja, dat is met alles. Weet je, het is wel... met de kroketten en de frikandellen. Ja. Nee. Ik proef het verschil echt wel hoor. Ik proefde het verschil tussen die eerste en die tweede wel, maar het verschil tussen de eerste en deze dan weer... Oh jawel, ik wel. Ik vond die van net veel bitterder. Meer bitter. Oké. Okay. Wat is het? Bitterder? Bitterder. Meer bitter. Heftiger. Robuuster. Bitterder. Robuuster. Een clementine tonic. Dus de oranje. Dat is en met kaneel. Staat erop. Oh ja. Ik had gedacht dat het met sinaasappel. Dat is toch clementine. Dat is een beetje zo'n citrusvrucht. Ja, zo'n mandarijn is dat. Ja. Wat staat er? Created in collaboration met Sergio Herman. Wat vindt dat weer? Als jij het zegt. Ja. In Oudsluis was die ook van. Met Bobby's. Dat vind ik echt een heel tof flesje. Ja, dit is wel een gaaf
verpakking. Ja. Cadeauverpakking, zeg maar. Ja. Met kaneel, dus daar zou je dan een beetje kaneel in moeten doen, denk ik. Het voelt een beetje raar om door je cocktail kaneel te doen. Ja, ja. Maar rozemarijn dan, dat vind ik nog gekker. Ja, dat vind ik ook net zo gek. Maar, ik ben benieuwd. Het licht is niet heel florissant, man. Wat dan? Het lijkt wel zombie. Gewoon van de Addams Family. Dat ligt niet aan het licht, hoor. Heus wel. Bitch. Ik ben benieuwd naar deze, maar ik heb echt een tof flesje wel. Hij is echt heel leuk. Hoe leuk is het om daar een bloemetje, dat zeg je niks. Ik wil zeggen hoe leuk is het om daar een bloemetje in te zetten straks, maar dat interesseert Tim vorige meter. Nee, natuurlijk niet. Cheers, laatste. Oh, heb je al geroken? Hij ruikt heel anders. Heel anders. Hij smaakt toch heel anders? Ja. Dat kanelige haal je er wel uit. Oh, dat vind ik niet lekker. Gadver. Nee, ik vind het wel lekker. Weet je wat ik denk? Dat het heel erg lekker is om hier... Ja, sinaasappel. Een schilletje. Kom meneer de Culik in. Kijk, nu gaan we heel fancy doen. Zo. Heel fancy met sinaasappel. Wacht. Madame. Ja, nou heb ik dus een gin tonic met een sinaasappelschil. Ja. Dit ding deed het hem. Sinaasappel. De schil van deze unit, die moet je bij deze doen. Dan is het goed. Ja, maar dat vind ik wel een stuk lekkerder. Want ik vond die, toen ik net een slok nam, dacht ik, oh, ik vind die kaneel niet heel erg lekker. Wauw, dit matcht echt heel erg goed. Ja. Is dit je favoriet? Ja. Ja? Mocht Fevertree deze nog niet geclaimd hebben, deze combinatie, dan claim ik hem bij deze. Ik denk dat dit ook het idee was van Fevertree en dat ze daarom de sinaasappel erbij nee, hebben gedaan. Nee. Dit was mijn idee. Fevertree, bel me. Want ik... Attent op deze komt niet. Nou. Ik Echt lekker. Ja, met die sinaasappelschil erin vind ik hem echt heel erg lekker. De schil doet het hem. Ja, eens. Maak van deze vier echt wel heel goed. Mijn favoriet was by far de Elderflower Tonic met Hendrick's Gin. En bij mij deze. Door mijn magische schil. Dus dat was de Clementine Tonic met de Bobby's Gin. Leuk trouwens, die Nederlandse gins. Vind ik echt heel grappig. Ja. Ga je mee afsluiten? Kom maar. Sarah komt afsluiten. Ja, prima. Kijk daar. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. In ieder geval doe een duimpje omhoog als het zo is.